Vandaag ga ik je laten zien hoe je theevier maakt. Theevier is waterkefir, maar dan gemaakt met thee in plaats van water. En het lijkt echt op een ijsthee, maar dan veel gezonder. Het is net zo gezond als waterkefir. En waterkefir is een gefermenteerde drank. Mocht je niet weten wat dat is, ik heb er ook een video van gemaakt. Ik zal de link even hierboven zetten en in de omschrijving onder deze video. Dan kan je zien hoe je de waterkefir kunt maken. Om de theevier te maken beginnen we natuurlijk met het zetten van een thee. Je kan hiervoor allerlei soorten thee gebruiken, kruidenthee of gewone zwarte of groene thee. Het is maar net wat jij lekker vindt. Gebruik alleen geen thee die gearomatiseerd is met kunstmatige smaakstoffen. Dat vinden de waterkefirkristallen niet zo lekker. Ik heb dit keer gebruik gemaakt van mijn zomerthee. Het recept zal ik hier ook linken. Ik zal het hierboven zetten in de i-kaart en ook onder in de omschrijving. Ik gebruik 2 theelepels van mijn thee en giet daar 500 ml kokend water op. En terwijl de thee trekt, kan ik dan ondertussen laten zien welke ingrediënten ik gebruik verder nog voor de waterkefir. De thee dus, de kruiden. En dit is zoals gezegd mijn sun tea variant, maar je kan elke soort kruiden nemen die je wilt. De hoeveelheden vind je ook in het recept op Aroma Lifestyle. Verder heb ik nodig suiker, natuurlijk waterkefirkristallen en gedroogd fruit. Ik heb hier gekozen voor gedroogde abrikozen, maar je kan ook dadels of vijgen nemen. Als je maar zorgt dat ze natuurlijk zijn zonder toevoegingen. En verder heb ik nodig nog het sap van een citroen of een limoen. En natuurlijk een glazen pot om de kefir in te maken, of de theevier in dit geval. Ik kies voor mijn Kefirco kefirglas, omdat dat super makkelijk is om kefir in te maken. Maar heb je niet zo'n glas, dan kan je natuurlijk ook een glazen pot nemen. Terwijl de thee afkoelt, snijd ik alvast mijn limoen in tweeën. Je kunt ook een citroen gebruiken, het kan beide. En dan ga ik de thee in de kefirkoppot gieten. Oh, je kan het natuurlijk ook in een andere glazen pot doen. Ik doe dit even door een zeefje, zodat de theeblaadjes achterblijven en niet in mijn waterkefir terechtkomen of in mijn theevier. En de thee is nog een beetje warm, dus ik kan de suiker er nu makkelijk in oplossen. Dat ga ik nu eerst doen. Ik ga de suiker toevoegen aan de thee en los dit dan op en laat het dan nog even verder afkoelen. Roer het even goed door totdat alle suiker is opgelost. Als alle suiker is opgelost, ga ik de rest van het water toevoegen, waardoor de thee dus meteen ook nog wat koeler wordt en ik straks sneller mijn waterkefirkristallen erin kan doen. Maar daarvoor moet de waterkefir echt, of moet theemengsel echt goed afgekoeld zijn. Het is nu nog iets te warm, dus ik laat het nog heel even staan. En nu is het voldoende afgekoeld en kan ik dus mijn kristallen erin gaan doen. Maar ik moet eerst nog de citroen erin doen, of het citroensap. Ik gebruik dan een limoen. Het kan beide. Het gaat erom dat het zuur van het citroen- of limoensap schimmel voorkomt in je waterkefir terwijl het aan het fermenteren is. Ik doe het ook wel eens zonder citroen of limoen, maar het is wel beter om het wel te doen, want het helpt gewoon bij het voorkomen van de schimmel en dat is natuurlijk wel belangrijk. En nu is de thee klaar om er de waterkefirkristallen bij te gaan doen en natuurlijk de gedroogde abrikozen. Ik doe die even eerst in de pot. Het maakt niet zoveel uit. Je kan ook eerst de kristallen erin doen en dan het gedroogde fruit. Het moet allemaal bij elkaar in de pot. En dan kan het een dag gaan fermenteren. Ik dek mijn kefirkoppot af met de speciale deksel die hiervoor geschikt is. Heb je die niet, neem je een glazen pot en daar kan je dan een doekje of een koffiefilter overheen doen en afsluiten met een elastiekje. Je laat het nu 24 tot 48 uur staan, beetje afhankelijk van hoe warm het is in je huis. En bij mij zie je na 24 uur is er een perfecte waterkefir ontstaan. Er zitten veel bubbeltjes in het glas en ik kan het verder gaan verwerken. Ik heb hier een fermentatieklok op
de deksel gelegd, zodat ik kan zien hoe lang het fermenteert. Dat is echt heel handig als je die hebt. Vooral als je meerdere dingen fermenteert, kan je het dan goed in de gaten houden wanneer je iets aangezet hebt en hoe lang het moet fermenteren. Ik ga nu de waterkefir, of de T4 in dit geval, klaarmaken voor de tweede fermentatie. Want de T4 heeft nu nog niet zoveel smaak. Die krijgt hij pas door een tweede fermentatie met bijvoorbeeld fruit en wat siroop. Ik neem hier een beetje vlierbloesemsiroop die ik heb gemaakt. Je hebt niet veel nodig en je hoeft ook niet bang te zijn voor de suiker in de siroop. Want dat wordt nog door de bacteriën opgegeten die in de waterkefir of in de T4 zitten. Dus veel suiker zal er uiteindelijk niet meer in je eindproduct zitten. Maar het geeft wel een lekkere smaak. Ik gebruik vandaag nectarines en bevroren frambozen in mijn kefir. Het voordeel van bevroren fruit vind ik dat je het hele jaar door kan gebruiken. Dus je kan je hele jaar door je kefir een lekkere smaak geven. En natuurlijk de nectarines, die zijn nu het zomer is in het seizoen. Dus dat is perfect om die ook te gebruiken. En dat geeft het ook een lekkere ijstee smaak. Want dat geeft een beetje persik ijstee smaak, wat ik heel erg lekker vind. Ik gebruik hier een Pearl Mariposa glas van 1 liter. Het voordeel van dit glas is dat het een goede carbonatie geeft, dus je krijgt veel koolzuurgas. Maar hij kan niet ontploffen doordat het rubberen ringetje ervoor zorgt dat er te veel aan gas kan ontsnappen. De abrikozen, die kan je natuurlijk nog eten, die zijn heel erg lekker. Dus die haal ik nu uit de pot. En de rest van de waterkefirkristallen doe ik in mijn kefirhotel, omdat ik op het moment nog genoeg waterkefir heb, bewaar ik dit in een speciale pot in de koelkast. En als ik dan weer waterkefir of theevuur wil maken, dan haal ik ze eruit en kan ik ze voor de volgende keer gebruiken. Zo'n kefirhotel is dus heel makkelijk om je waterkefir in op te slaan. En het is eigenlijk niet meer dan een pot met een water en een beetje suiker erin, zodat ze de kefirkristallen kunnen overleven en wat te eten hebben, want ze leven van de suiker in het water. En zo kunnen ze heel lang goed blijven. In de koelkast gaat het fermentatieproces veel langzamer. Dus hou je waterkefirkristallen prima op orde. Gebruik ze langere tijd niet. Geef ze dan wel om de 2 weken eventjes een beetje vers suikerwater, zodat ze genoeg voeding behouden. T4 heeft nu 24 uur nog gestaan bij kamertemperatuur. En je ziet, er zit een enorme hoeveelheid koolzuur in, dus het is perfect om te gaan drinken. Ik heb hem nog wel even in de koelkast gezet, zodat hij lekker koud is. En nog een paar ijsblokjes erin. Je ziet echt heel veel bubbeltjes, dus de kefir is perfect om nu te drinken. Je kan natuurlijk de vruchten eruit zeven. Soms vind ik het wel lekker om gewoon wat vruchtjes erbij te hebben. Dat is maar net wat je lekker vindt. En dan is je kefir klaar voor gebruik. En genieten van een heerlijk glas gezonde, koele T4. Proost! Dit is echt een heerlijk drankje om nu zo in het warme weer te drinken en super gezond voor je. Wil je nog meer informatie over fermenteren? Vergeet dan ook niet mijn fermentatiejournaal te downloaden en lid te worden van de Aroma Lifestyle Community. De link vind je hieronder in de omschrijving. En wil je weten hoe je waterkefir kunt maken? Blijf dan kijken, want dat zet ik in de volgende video voor je klaar. Tot de volgende video!